Goedemorgen, ik ben Pamela en vandaag neem ik je mee door de mededelingen. Haak je voor het eerst aan via livestream? Tof dat je er bent. Via lsm.nl/welkom kun je je gegevens invullen en dan komt er een presentje jouw kant op. Ben je voor het eerst in de Dome? Welkom. Beneden in de foyer hebben we de I Am New Corner. Loop daarna de dienst even langs, want nieuwe gezichten willen we graag groeten. En natuurlijk ook wat geven. Heb je je agenda of notities klaar? Dan gaan we door naar de mededelingen. Hey teens, deze data willen jullie blokken. 17 juni, onze laatste active voor de zomerstop vanaf 7:30. En 3 juli hebben we een Summerfest barbecue van 2 tot 6 uur. Hashtag yum yum! Dus kom vooral niet met een te volle maag. Houd Powerpack Teens op Insta in de gaten, want daar delen we meer info. Tot dan! Het is voorbij gevlogen. 18 juni is alweer de laatste powerpack van het seizoen. Het team is hard bezig om er een leuke laatste avond van te maken. En we hoorden al iets met een barbecue. Gaan we jullie een beetje plagen. Hashtag spoiler! Dus houd socials de komende tijd in de gaten, want daar droppen we meer info. Maar blok de 18e alvast in je agenda. Koffie, koffie, koffie of thee. Na een geslaagd uitje is er dinsdag 21 juni weer een koffieclubochtend in de Dome. Vind jij het leuk om andere mensen te ontmoeten? Dan is dit de plek voor jou. Je bent van harte welkom op deze gezellige ochtend. Wil jij je laten dopen, maar heb je je nog niet opgegeven? Dan zijn dit 3 belangrijke data om te noteren. 14, 24 en 29 juni. 14 juni is de doopbespreking, 24 juni word je gedoopt en woensdag 29 juni is de doop in de Heilige Geest speciaal voor jou. Vanavond om 12 uur sluit de inschrijving. Michel van Zutem, je hebt de naam misschien al eens voorbij horen komen, onder andere tijdens de inzamelingsactie voor Oekraïne. Hij is voorganger van de banier in Almelo en zondag 26 juni is hij in de Dome. Michel is een inspirerende en profetische voorganger die je zeker wilt horen. Highlight deze datum en join in de zaal of via livestream met verwachting. We starten om 10 uur. Gebruik in de maand juni de code Pinksteren22 in onze online bookshop en shop het boek De Nieuwe Orde voor een tientje. For hundreds of years, missionaries took the gospel from Europe to the ends of the earth. Men and women gave everything so that villages, cities, and even whole nations would turn to God. In the last few years, we saw a clear vision that God would call back to Europe people from all across the world who have European heritage. They weren't just coming for an event, though. They were coming on a mission, the mission to bring the gospel back to the very nations it was sent from. The timing of this has never been more important, and this will be one of the first and largest stadium events happening since 2019. Join us in the summer of 2022 for a week that will change thousands of lives and your life. Come back to Europe. Come zurück nach Europa. I'm coming back. Come back to Europe. I'm coming back to Europe. I'm coming back to Europe. Europe is waiting. Heb jij een hart voor tieners? Ben je een actieve aanpakker, een tikkeltje sportief of heb je creatieve ideeën? Dan zijn wij op zoek naar jou om ons Teens Active Team 1 keer in de maand te versterken. Ook voor de Teens Sunday Meetings zijn wij op zoek naar enthousiaste mensen die ons team 1 keer in de maand kunnen ondersteunen. Kun jij het niet helemaal rondbreien met je agenda? Dan is de flex optie misschien wel wat voor jou. We vinden het leuk om met je in contact te komen en het gesprek voor te zetten. Meld je aan via lsm.nl/kingdombuilders onder het kopje Youth en dan Powerpack Teens. Ligt jouw passie of ambitie toch ergens anders? Kijk dan ook eens verder rond op het platform, want er zijn genoeg bedieningen die om jou staan te springen. Dit was Church News. Alles nog een keer bekijken? Dat kan op ons YouTube-kanaal. Een fijne dag vandaag en tot volgende week!